In de nacht van donderdag op vrijdag is in Herten een auto in brand gevlogen, sting geparkeerd op de hoek van de Evenkamp en de Willem Dreesstraat in Herten. Opvallend is dat de brand aan de achterkant van de auto is uitgebroken, dus niet in de motor. Brandt's stichting ligt dan ook voor de hand te liggen, maar dat kost de politie nog niet bevestigen. De brandweer van Romen was snel ter plaatse na het vuur snel uit, maar de korte en felle brand had de auto toch volledig verwoest.